Welkom. Het thema van vanavond is Done is Life. En de vraag is, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we sneller kunnen opleveren? De markt verandert continu en je wil er eigenlijk zo snel mogelijk op in kunnen spelen zonder dat je hoeft te wachten op een grote release. De oplossing daarvoor is Continuous Deployment met Briefy Application. Is er iets niet duidelijk? Steek je hand even op, dan kunnen we dat nader toelichten. Ik wil wel graag vragen om grote vragen even tot het einde van de presentatie te bewaren. Dan kunnen we daar later nog dieper op ingaan. Ik ben Rick van der Staaij, allround developer bij Enrise. Allround, dat denk ik me eigenlijk bij alle aspecten van het ontwikkelproces bij betrokken ben. Ik vind het vooral leuk om met de visuele uitwerking en het interactieve gedeelte van de website bezig te zijn. En daarnaast ben ik heel erg geïntegreerd door het stukje automatisering. En dat is ook de reden dat ik hier vanavond samen met Stefan. Ik ben Stefan van Essen, tevens developer bij Enrise. Daarnaast DevOps, allround developer, nu en dan support engineer als dat nodig is. Automatisering heeft mij altijd al getrokken. En nu we hebben gezien dat dit niet alleen voor ons leuk is, maar ook heel erg leuk en nuttig voor jullie. Daarom sta ik hier om dit samen met Rick aan jullie te laten zien. Een kleine blik op de agenda. In eerste instantie de klassieke werkwijze zoals we hem tot nu toe kennen, oftewel een OTAP-straat. Review applications, wat is er allemaal mogelijk met de nieuwe technieken die we nu kunnen gaan gebruiken. Het ontwikkelproces wat je kunt volgen als je gebruik maakt van review applications willen we gaan toelichten. En we willen daarna kijken naar hoe je ervoor kunt zorgen dat het allemaal ook blijft werken. Dus ook daar hebben we weer een raakvlak met wat jullie zojuist van Poltic hebben gehoord, tests. En als laatste, als we dat allemaal bekeken hebben, willen we nog even een keertje de voordelen van Continuous Deployment en Review Applications voor jullie op een rij zetten. De OTAP-straat, klassieke werkwijze. Wij zien dat als een lang en omslachtig proces. We zullen jullie zo moeten uitleggen waarom we dat zo zien. Hier hebben wij een mooi pontje staan, een veerboot. Dat vonden wij wel tekenend voor een OTAP-proces, omdat je in eerste instantie druk aan het bouwen bent. Er worden diverse features bij elkaar gezet tot één zogeheten release. Dan vaart het pontje naar de overkant en krijg je aan het eind van een periode of van een sprint, krijg je in één keer alles tegelijkertijd opgeleverd. Dus als het pontje aan de overkant is, kan die uitladen. Dus vandaar. Nou, het OTAP-proces zal ik even kort met jullie doornemen. In eerste instantie komt er een feature request binnen. Kan van alles zijn. Een wijziging of een functionele change. Wordt lokaal op een development omgeving van een ontwikkelaar ontwikkeld. Zodra de ontwikkelaar daar klaar mee is, gaat de specifieke feature naar de testomgeving. Op de testomgeving komen alle features bij elkaar die ontwikkeld zijn door diverse ontwikkelaars. Op de testomgeving kan vervolgens een tester feedback geven op de diverse features die er zijn. En dat kan dan weer verholpen worden op de development omgeving. Als de tester geen bevindingen meer heeft, ofwel aan het eind van een sprint is dat meestal na een periode, na het eind van een sprint, dan wordt die nieuwe versie met alle nieuwe features tegelijk wordt op de acceptatieomgeving gezet. Op de acceptatieomgeving kan vervolgens gekeken worden door de acceptant, wat jullie vaak zelf zijn, naar de opgeleverde release. En dan kan er gekeken worden of daar nog feedback uitkomt. Bij feedback kan dat weer verwerkt worden op development. En als er helemaal geen feedback meer is, dan kan de nieuwe versie met daarin alle features naar productie toe. Afkeur op één feature in acceptatie, dat betekent automatisch dat de hele release met alle features daarin is afgekeurd. Je hebt dus niet de mogelijkheid om 10 features wel door te laten gaan en 2 nog niet. Als dan de hele release op acceptatie wel is goedgekeurd, gaat de hele release naar productie en kan daar voor het eerst gebruik worden gemaakt door de eindgebruiker van het product. En dat betekent dat op dat moment ook voor het eerst de feedback verzameld kan worden van de gebruikers. Dat betekent dat op dat moment de feedback terug via het development proces weer opgepakt kan worden via de OTAP-straat. En zo kan de feedback verwerkt worden en op productie worden verwerkt en weer toegevoegd aan het eind van de volgende sprint. Wij zien met dit proces
een aantal nadelen of tekortkomingen, zo je wil. In eerste instantie op de testomgeving. Alle fietsjes komen bij elkaar op die testomgeving. Dus het is altijd lastig om te bepalen als er dan iets niet helemaal lekker werkt, vanuit welke fietsje dat nou ontstaan is. Je wil eigenlijk direct kunnen zien waar dat vandaan komt. Dat dit vertroebelt het beeld een beetje. Op de acceptatieomgeving zien we ook een tekortkoming. Namelijk dat de afkeur, wat ik eigenlijk net al zei, de afkeur van één feature betekent dat de hele release weer terug moet door het ontwikkeltraject heen om dat bij te werken. Zodat de release wel correct naar productie toe kan. En ook op de productieomgeving zien we een nadeel, namelijk feedback die door de eindgebruiker wordt, ingediend. Die is pas bij de volgende release, kan die pas weer mee in de volgende release naar productie toe. Dus je kunt niet snel schakelen op je eindgebruikersfeedback. Mocht er dan toch nog zoiets zijn wat nu in productie verwerkt moet worden, waarbij je een zogeheten hotfix nodig hebt, dan betekent dat we direct op productie een wijziging gaan toepassen. Maar daarbij gaan we volledig buiten dit hele proces om en gaan we direct op productie een hotfix uitvoeren. Dat is tot zover hoe de normale auto op straat tot nu toe altijd heeft gewerkt. Nou, hoe kan dat dan beter? Idealiter zie je dat alle features los van elkaar getest kunnen worden. Net zoals op de snelweg, waar auto's gewoon naast elkaar kunnen rijden. Features ieder voor zich. Het proces met review applications begint in principe gewoon hetzelfde. Er wordt een nieuwe feature gevraagd en een developer gaat deze uitwerken op zijn eigen lokale machine. Zodra die developer dan deze feature oplevert, kan van deze feature ook automatisch een nieuwe omgeving live worden gezet in de vorm van een review application. Deze krijgt dan, wordt beschikbaar gesteld met een eigen link en is dus ook los te testen van de andere features. Stel, er zijn drie verschillende features naast elkaar opgeleverd door één of meerdere developers. Dan krijgt dus elke feature krijgt zijn eigen review application met daarbij zijn eigen omgeving automatisch opgezet. Mocht er feedback zijn op een van deze features, door zowel een andere developer, een tester van Poltec bijvoorbeeld, of uiteindelijk van de acceptant, dan kan dat direct op die review application verwerkt worden en hoef je dus niet terug in het proces zoals we wel bij OTAP zagen. Dus dat geeft het gewoon gigantisch veel winst. Zodra de acceptant dan helemaal happy is met de feature en hij zegt van dit wil ik graag hebben, dan geeft hij akkoord op deze feature en kunnen we deze gelijk naar de productieomgeving door gaan zetten. Mocht er dan nog feedback zijn van je eindgebruiker, dan kan je hier weer een nieuwe feature voor aanmaken om dat te verbeteren. Maar omdat je nu niet meer op een hele release hoeft te wachten, kan je die individueel van elkaar ook weer snel naar productie brengen. Want jullie bepalen zelf de prioriteit. Als één feature belangrijker is, dan zet je die gewoon hoger in de prioriteitenlijst en kan je die dus los van elkaar naar productie gaan brengen. Hoe ziet zo'n proces er dan precies uit als je dat in de dagelijkse gang wil gebruiken? In eerste instantie hebben we een zogeheten backlog. De backlog bestaat uit diverse features die geprioriteerd zijn op wat het belangrijkste is. De belangrijkste staat bovenaan. Deze features zijn al netjes uitgewerkt, zodat elke developer die werkt aan dit project deze features kan oppakken. In ons voorbeeld hebben we drie voorbeelden features aangemaakt. Add contact page, we willen een contactpagina toevoegen aan een website. We willen de hele website die nu rood was, willen we blauw maken in onze tweede feature. En als laatste hebben we een feature bedacht om onderaan de pagina een logootje toe te voegen. Zodra de developer de story oppakt, zal hij of zij deze in de kolom development zetten. En wordt er lokaal aan deze feature ontwikkeld, lokaal bij de developer op zijn of haar omgeving. Op het moment dat de developer klaar is met deze feature, dan wordt de code opgeleverd. En daarmee wordt een automatisch proces gestart, waarmee een review application wordt opgebouwd. Een review application bestaat dus uit een eigen link, met daarin deze specifieke feature. Zo kunnen we dus voor elke specifieke feature kunnen we een eigen review application in de lucht brengen waarop deze ene feature getest kan worden.
Wat zit er dan precies in zo'n review application? Dat is de versie zoals we deze al kennen van productie. Plus de specifieke feature die ontwikkeld is. Dus we hebben in ons voorbeeld add contact page. Die kunnen we dan op de link contactpage.review.website.nl bekijken. We hebben de andere feature replace red with blue. Waarin onze hele website in het blauw getoond wordt. Maar die bevat dus niet de contactpagina. Dus elke feature is een eigen losse omgeving. En de wijziging bevat ook de review application bevat ook alleen maar deze specifieke feature. Zo hebben we natuurlijk ook nog een derde waarin het logo te zien is. Deze features die kunnen bekeken worden bij ons intern door een andere ontwikkelaar. Dat is hoe we bij Enrise dat altijd doen. Daarnaast hebben we een tester die deze specifieke features kan bekijken. Vaak dus inderdaad iemand van Poltech hebben we aan boord. Zodra deze feature bekeken is door een andere ontwikkelaar en door de tester van Poltech en hier zijn geen bevindingen meer uitgekomen, dan voldoet deze feature aan onze kwaliteitsstandaarden en leveren we deze feature op aan de klant. Daarmee zetten we hem in de kolom Ready for Acceptance en daarmee geven we eigenlijk deze feature aan de klant ter goedkeur. De acceptant kan dan dus gaan kijken, de klant, naar deze feature. En mocht er gedurende de interne ontwikkelaar, ofwel de interne tester, ofwel de klant, mocht daar toch nog tijdens dat proces mochten er toch nog bevindingen op zijn, kunnen we dat ook direct weer verwerken in deze specifieke review application. Nogal belangrijk hierbij om te melden is dat zowel de andere testers als de acceptant, die kijken dus allemaal naar diezelfde review application. Dus als feedback op die review application komt, kan het direct worden verwerkt. Yes. En bovendien, hoe snel je de features wilt accepteren, is eigenlijk volledig aan jezelf. Hoe sneller je dat kunt doen, hoe sneller de features ook goedgekeurd kunnen worden. En hoe sneller deze features ook live kunnen gaan. Dat zullen we zo meteen ook zien. Zodra een feature dan is goedgekeurd, jullie zijn helemaal blij met de opgeleverde feature, kan deze naar productie. En hoe gaat dat? De code van de feature wordt toegevoegd aan het project. En daarmee wordt automatisch een tweede automatisch proces gestart, waarmee de code wordt toegevoegd aan het project en live gezet wordt. En daarmee wordt de feature ook in de DON-kolom gezet, oftewel DON is live. We werken op deze manier dus niet meer aan een proces waarbij we in sprints werken of in bepaalde periodes, waarbij we meerdere features tegelijkertijd live brengen. Maar hier wordt gestuurd op het live krijgen van één specifieke feature per keer. Dus de feature staat zelf voorop. En we werken dus eigenlijk hier in een Kanban-proces. Hier wordt dan ook automatisch de Ready for Review geüpdate? Hebben we er nu even uitgelaten voor de helderheid. Maar inderdaad, dat is allemaal mogelijk dat zodra er één feature bij komt, dat die ook wordt toegevoegd weer aan de andere feature. Dus ja, dat proces van afhankelijkheden, dat begint eigenlijk al bij het opstellen van je user stories. Waarbij je al gaat kijken van wat is nou één story, wat hoort nou echt bij elkaar. Daarnaast kunnen we ook nog technische afhankelijkheden hebben. En daarvoor hebben we dan versiebeheercontrole die dan hier ons op waarschuwt. Of tenminste daarin kunnen we dat zien. En daarmee kunnen we dat ook zien op het moment dat we een nieuwe feature live willen brengen. Maar dat komt eigenlijk zometeen nog ook aan bod voor een deel in de verdere presentatie. Dit proces noemen wij dus het proces dat we net hebben gezien, waarbij we handmatig een aantal stappen doorlopen, waarbij ook een automatisch twee keer een proces wordt gestart, noemen we continuous deployment met review applications. Nou, dat is hartstikke leuk dat we nou geautomatiseerd live gaan. Maar hoe garanderen we nou dat het werkt? Want je wil niet met pech langs de weg komen te staan. En je wil ook niet dat je met bepaalde dependencies dat het gaat wringen. Om dat te voorkomen gaan we geautomatiseerd testen. En om dat proces te kunnen belichten, gaan we eerst even goed inzoomen op dat automatische proces. Het automatische proces, zoals we die steeds hebben benoemd, bestaat uit een pipeline. Een pipeline is een aaneenschakeling van meerdere automatische stappen die achtereenvolgens worden uitgevoerd. Als de stap goed is gegaan, zal die automatisch naar de volgende gaan. Als het niet goed gaat, dan blijft die daar hangen. Voor het live brengen van zo'n review application hebben we in eerste instantie de volgende stappen. Het begint allemaal met het maken van een container. Een container is eigenlijk een klein pakketje waar je volledige website in zit. Dus met zo'n container kan je website bezoeken, producten bekijken. Alles wat je verwacht van je website is mogelijk met zo'n container, omdat we die erin hebben gestopt.
Vervolgens gaan we naar de volgende stap en gaan we deze container in de cloud stoppen waar we deze beschikbaar gaan maken. Vroeger hadden we nog grote serverhokken waar servers in staan te loeien die specifiek een aantal omgevingen draaien. Ik noem bijvoorbeeld een acceptatie- of productieomgeving. Maar het voordeel van een cloudomgeving is dat je meerdere omgevingen aan een link kan koppelen en zo meer naast elkaar kan zetten. En daarbij heb je ook nog een stukje schaalbaarheid. Dus daar komen vele voordelen met zich mee. En op die manier kunnen we dan dus zo'n review application beschikbaar maken met zijn eigen link. Nou, dat is hartstikke leuk, maar nu hebben we nog steeds niet gegarandeerd dat het werkt. En om dat te kunnen doen, gaan we eerst een stap voor dit proces nog toevoegen. En dat is testen op applicatieniveau. Op applicatieniveau kan je al gaan kijken naar je businesslogica. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er als ik 3 verschillende producten in mijn winkelmandje stop? Wordt dan wel een juiste totaalprijs berekend? Of als ik een bestelling invoer, wordt die dan wel netjes verwerkt door het systeem? Dat zijn dingen die je allemaal op applicatieniveau kan testen. Daarnaast hebben wij dus ook nog een test om de kwaliteit van onze code te meten. Om er zeker van te zijn dat die aan onze interne kwaliteitseisen voldoen. Om ook een stukje onderhoudbaarheid makkelijker te maken. Mocht er iets mis in gaan, dus er klopt iets niet in de businesslogica, of de kwaliteit van de code is niet goed genoeg, dan zou er automatisch een seintje gaan naar de developers, die dan op de hoogte worden gesteld dat er nog iets te verbeteren valt voordat ermee verder kan worden gegaan. Gaat het wel goed, de businesslogica klopt, de kwaliteit van de code is in orde, dan gaat hij dus zo'n container maken en maakt hij die beschikbaar in de cloud met een eigen link. Nu we dus onze nieuwe applicatie hebben draaien of beschikbaar hebben in de cloud, kunnen we deze natuurlijk ook geautomatiseerd gaan testen. Want we hebben nu op applicatieniveau, dus op het laagste niveau, hebben gekeken. Maar nu kunnen we ook gaan kijken of de applicatie zelf goed functioneert door bijvoorbeeld het gebruik van gebruikers te simuleren. Voorbeeld van een webshop. Een gebruiker gaat naar de homepagina, klikt door naar een productpagina, stopt het product in zijn winkelmandje en maakt die vervolgens een bestelling mee. Zo loop je alle belangrijke flows door je website door. Dus weet je zeker dat er ook geen oude functionaliteiten omvallen. En daarmee kan je dus garanderen dat je review application goed functioneert. Het principe dat we hierin gebruiken is veel early, veel often. Mocht er iets fout zitten in je applicatie, dan wil je het liefst zo snel mogelijk weten. Dus als het even kan, willen we dat op applicatieniveau al afvangen. Maar later hebben we nog die extra garantie door de hele website, die live omgeving of die beschikbare review-omgeving direct door te kijken en daar nog test op los te laten. Nou, nu hebben we samen de review application pipeline uitvoerig behandeld. Dit is dus wanneer een nieuwe feature wordt opgeleverd door de ontwikkelaar. Maar er kunnen natuurlijk vele review applications naast elkaar staan. Stel, er staan 10 verschillende features in zowel de ready for review of de ready for acceptance kolom. En er zijn er al 2 van geaccepteerd. Hoe weet je dan dat de derde die je gaat accepteren, dat die ook nog goed functioneert? Nou, daarvoor hebben we ook nog een ander geautomatiseerd proces voor het accepteren van zo'n feature, om ook te garanderen dat dat nog goed werkt. Dat noemen we de master pipeline. De master pipeline lijkt heel erg op de pipeline van zo'n review application. We gaan in eerste instantie weer kijken of de business logica nog klopt en of de kwaliteit van de code goed is. Is dat goed? Dan wordt er een nieuwe container gemaakt van wat er op dit moment live staat op productie, plus de feature die we zojuist hebben geaccepteerd. Dus alleen die feature komt daarbij. In plaats van dat we deze dan beschikbaar maken op een aparte review-omgeving, zetten we deze op een acceptatieomgeving. Want ook op deze acceptatieomgeving kunnen we weer geautomatiseerd gaan testen. Dus in de volgende stap gaan we, denk even terug aan het voorbeeld van de webshop, kijken of alle flows in de website nog goed werken. Maar hiernaast kan je ook nog andere dingen testen. Denk bijvoorbeeld aan een loadtest. Wat gebeurt er als 1000 mensen tegelijk een bestelling plaatsen op je website? Blijft je app dan wel goed functioneren? Of smoketest. Als je met een externe partij communiceert die jouw facturen voor je maakt, wat gebeurt er als die offline is? Gedraagt je app zich dan nog wel zo als dat je verwacht dat je app zich zou gedragen? Dit soort dingen kan je allemaal hier nog afvangen om meer zekerheid te hebben dat je applicatie goed functioneert. Als dit allemaal goed is gegaan, dan weet je dus dat je een goed werkende versie op acceptatie hebt staan. En deze container die daarvoor is gemaakt, kunnen we daarom zonder zorgen naar productie gaan brengen, omdat we weten dat deze goed is getest. Deployments zijn hierom ook eigenlijk helemaal niet meer eng, want je gaat steeds met
hele kleine stapjes ga je vooruit. En je hebt ook nog eens voor gezorgd dat hij zowel door mensen als door het automatische proces goed is getest. En ja, heb je eigenlijk gewoon zekerheid dat het goed gaat. Willen we, nadat jullie dit gehoord hebben, de diverse voordelen, willen we nog eventjes de voordelen op een rijtje zetten. De time to market. Je hoeft niet meer te wachten op een release. Je kunt direct zeggen, deze feature moet nu ontwikkeld worden, deze feature moet nu naar productie. Je kunt dus continu, ben je flexibel. Continu bijsturen. Je staat zelf dus steeds aan het roer. Je hoeft dus niet meer te wachten tot aan het eind van een bepaalde periode. Daarbij komt ook kijken dat je, als je iets over 6 weken live wil hebben, hoef je niet zelf te bedenken van nou, dan moet het over 4 weken op acceptatie staan. Dus moet het over 2 weken ontwikkeld worden. Dus moeten we nu gaan beginnen met het schrijven van de story. Op het moment dat je iets live wil hebben, of iets ervoor uiteraard, dan kun je daarop sturen en kun je zeggen, dit is voor mij nu het belangrijkste. Dit wil ik nu als eerste laten ontwikkelen. Dit wil ik nu als eerste naar productie hebben. Je hebt, zoals we net hebben gezien, de zekerheid dat je altijd met een werkende versie naar productie kunt, omdat er per feature zowel door mensen als door machines getest wordt op deze feature. Je kunt snel verbeteren. Mocht er feedback komen uit een eindgebruiker die net je nieuwe versie live heeft gezien en je vindt dat hele waardevolle feedback, bijvoorbeeld je hebt een nieuw menuutje geïntroduceerd, maar dat blijkt in de praktijk toch niet helemaal fijn voor eindgebruikers te werken, dan heb je de mogelijkheid om dat, die verbetering gewoon als nieuwe feature aan te vragen, als eerste te ontwikkelen en als eerste ook weer live te brengen. Ook daar hoef je niet meer te wachten op het eind van een nieuwe release. Hotfixes zijn hierbij ook verleden tijd, zoals ik net omschreef, waarbij we nu iets direct op productie moeten aanpassen, waarbij we dus eigenlijk het hele OTAP-project of het hele OTAP-proces achter ons lieten, waarbij we direct een hotfix op productie deden. Dat is eigenlijk geen ding meer, want het hele proces is om direct naar productie te kunnen. Dus je werkt altijd volgens het continue, volgens hetzelfde principe, heel gestructureerd, om te bepalen als er nu iets live moet, kunnen we dat dus gewoon gaan doen. Nou, wij gebruiken het al. Sterker nog, een paar van onze nieuwe klanten die gebruiken het al. En zo wij als developers, als onze klanten, merken gewoon het voordeel hiervan. Want we zien dat het proces een stuk makkelijker en sneller loopt en dat we sneller kunnen schakelen. Wij lopen hier wel mee voorop op de techniek. Een jaar geleden was dit nog niet echt mogelijk of de technieken die er waren, waren nog niet stabiel genoeg. Zodra wij zagen dat dit stabiel aan het worden was, zijn we er eigenlijk gelijk bovenop gedoken. En zijn we gaan kijken hoe past dit nou in een goed proces. Waar de verwachting is dat met een jaar of 4 de meeste webbedrijven het eigenlijk niet meer anders zullen doen. Want waarom zou je het niet anders doen? Is een beetje de vraag haast. Yes. Heb je nu een OTAP-omgeving, dan is het nog steeds mogelijk om over te gaan stappen op dit nieuwe proces. Daarvoor moeten we dan wel even overleggen hoe we dit precies gaan aanpakken, maar dat is zeker mogelijk. Technieken achter mij, die hebben wij gebruikt voor onze setup, zoals we het nu hebben draaien, ook voor onze klanten. Mocht je daar vragen over hebben of interesse in willen tonen, dan kan je mij en Stefan daarvoor aanspreken straks bij de koffie. Dan vertellen jullie daar graag over. Wij zien gewoon hier zoveel voordelen van en we hopen ook op een zeer korte termijn het eigenlijk niet meer anders te hoeven doen. Want zodoende, we zijn er heel blij mee.